Nijmegen moet de hoofdstad van de Romeinen in Nederland worden. Dat zegt de Nijmeegse wethouder Tobias van Elveren. Het college komt met een masterplan Romeins verleden om het Romeinse verhaal van Nijmegen beeldend vorm te geven. Zo moet er een kenniscentrum komen over dit oude volk. In Nijmegen-West lag vroeger ten tijde van de Romeinen Ulpia. Wat maakte dat de rijke Romeinen zich hier vestigden en daaromheen een hele infrastructuur ontstond. Nijmegen is zonder twijfel de oudste stad van Nederland. Om het Romeinse verleden van de Waalstad te vieren, gaat er nu een speciaal kenniscentrum komen waar het verleden tot leven zal worden gebracht. Nijmegen is al in het bezit van veel Romeinse schatten. Zo kon men zich al de ogen uitkijken in het Valkhofmuseum. In de Romeinse tijd was Nijmegen de belangrijkste plaats in het noorden van het Romeinse Rijk. Hier dus in dat gedeelte wat we nu Nederland noemen. En je moet echt wel voorstellen dat hier ook echt Romeinen naartoe kwamen. Het was echt een Romeinse stad met grandeur. En ook die Romeinen namen ook hun gewoonte mee hier naartoe. De stad wil hierbij echter niet een soort Efteling gaan bouwen. Toch zijn er volgens wethouder van Elveren nog voldoende mogelijkheden. Zo zou er een uitkijktoren kunnen komen op het Kopsplateau waar twee Romeinse legioenen dachten goed uitzicht te hebben over het Bataafse land. Wethouder van Elveren liet in een schriftelijke reactie het volgende weten. Nijmegen is de Romeinse hoofdstad van Nederland. We zijn trots op het masterplan Romeinse verleden dat nu is gemaakt. Het maakt het Romeinse erfgoed van Nijmegen aantrekkelijk voor toeristen, inwoners en wetenschappers. In 2021 zijn delen van onze archeologische vindplaatsen op de UNESCO Werelderfgoedlijst geplaatst. Dit biedt de kans om Nijmegen als dé Romeinse hoofdstad van Nederland te promoten. Samen met de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen en de provincie Gelderland maken we 6 gebieden waaronder het Kopsplateau toegankelijk en te ervaren voor iedereen. We richten ook een kenniscentrum op in Nijmegen waar onder andere het Valkhofmuseum en de Radboud Universiteit samenwerken en het zou mooi zijn als ook andere universiteiten en musea zich aansluiten. Dit nationale kenniscentrum voor de Romeinse Limes stimuleert banen en economische groei. Hoe groot het uiteindelijke kenniscentrum over de Romeinen wordt, is nog niet bekend. Het zal afhangen van het enthousiasme van de provincie en het Rijk. In een ideale situatie zou er een heus Rijksmuseum voor Romeinen ontstaan. Ja, maar het is ook wel gewoon mooi, want